En drukte op een. Zeg, Saartje, wat doe je nou? Denk om papieren. Kijk dat toch eens aan. Helemaal gekreukeld. Je neemt ook de hele tafel in beslag met je rommel. Rommel? Ampspapieren, juffrouw Saartje. Ja, het is goed hoor. Ik heb haast. De barones gaat dadelijk weg en ik moet ze nog koffie brengen. Ja, en ik heb nog niet één kopje koffie gehad. Jij komt ook aan de beurt. Wacht, ik kan het met de restjes doen aan juffrouw Saartje. Wow. Zeg, juffrouw Saartje, luister eens. Weet u ook waarom mevrouw de barones zo hals over kop bij de hele lachbare is gekomen? Dat gaat een nieuwsgierig mannetje als jou eens geen steek aan. Ik wou het alleen maar weten. En dat doet zij nieuwsgierig. Hey, hallo Bloem. Zo, ben je het strafregel schrijven? Ben je ondeugend geweest? Nou, roepel jij er maar vlug op. We kunnen jou vandaag niet gebruiken. En weet je waarom niet? Huh? Mevrouw de barones van Troetelaar tot Stoethaspel is bij de edelachtbare op bezoek. Oh. Daarom. Hé, hey, is ze haar? Saar, die heeft er voor jou op het ogenblik helemaal geen tijd. Is toch logisch? Nee, ga jij je koffie maar bij een ander bedelen, hoor. Jongen, jongen, wat zeg je dit weer lekker chagrijnig? Hoor, ik ga wel weg, ik ga wel de malle Piet. Oh, en weet je wat jij doet? Schrijf jij nou maar 100 keer, ik mag niet chagrijnig tegen Zwiebertje wezen. Zit zo. We zijn nou niet uit dat je wegkomt. Ja, ik ga nou. Woehoe, dag Brompie. Eigenwijze snotneus van een zwerver. En durf nog praatjes te hebben ook. Wat zit jij jezelf te mopperen? Omdat die mooie lieve vriend voor u weer de boel stelde komen zetten. Wat? Was Fiebertje hier? Ja, die was hier, juffrouw Saartje. Maar ik heb hem verteld van het hoge bezoek. En ik heb gezegd dat hij maar direct op moest hoepelen. Dom hoor dat je bent. Dom hoor, ik weet heus goed wat ik doe, juffrouw Saartje. Wat jij niet weet is dat meneer de burgemeester Fiebertje juist wil spreken. Omdat de barones er onverwachts een paar dagen over is en zonder personeel zit, wilde ze vragen of Fiebertje een paar dagen in kwam springen. Nou, maar hoe kon ik het nou toch weten? Dat komt, er wordt mij nooit iets verteld. Het gaat jou ook niks aan. Maar wat nou? Ja. Daar heb je het, hè? Wat nou? Als de burgemeester hoort dat jij Zwiebertje weggestuurd hebt. Nou ja, ik ga toch al. Wat ga je dan doen? Nou, ik hoorde dat Zwiebertje naar Van Dijk ging. Ga je hem ophalen? Ja, ik zal toch niet anders opzitten, juffrouw Saartje. Wacht even. Kom zo. Rustig, ja. Ho. Ja, zo. Het is heel eenvoudig. Die twee stoelen die gaan er naar de tafelwerk, nummer 2. Naar mevrouw Dolleboter. En hier zo dat karpet. Dat gaat naar de vrouw van de directeur van de parketfabriek. Hé? Mevrouw Ajenius. Begrepen, hè? De stoelen? Stoelen? Naar? Tafelberg. Tafelberg, nummer? 2. Mevrouw? Dolleboter. Heel goed. Mooi zo. En hier? Dat parket? Naar de directeur van de karpet. Dat moet naar de parketfabriek. Zo moet je dat. Parketfabriek. Of naar mevrouw Ajenius. Ja. Nou goed. En hier zo, en deze doos, daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Die geef je ook aan mevrouw Ajenius. Ah. Heel voorzichtig, want er zijn 12 vingerkommetjes in. Waar sta je nou stom te lachen? 12 vingerkommetjes. Er zitten 10 vingers. Ach, dit is een schat, dan gaat je blieft uit. Zeg vooruit met de geit en lach als je geslacht wordt. Domme mensen moeten nog geboren worden. Is dat nou? Jongen, jongen. Ah, die Zwiep. Hallo. Wat kom jij zo vroeg hier doen? Nou, niks bijzonders. Ik loop een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Toen dacht ik, weet je wat, ik geef het bij Piet langs voor een kopje koffie. Nou, dat is wel jammer. Want, ja, niet dat ik het zo druk heb hoor, maar de koffie is op. Ja, huh? Ik heb nog wel een beetje thee, maar die is van vanmorgen. Die zou wel een beetje sterk zijn, maar als je wil. Nee, laat maar. Dat is de tweede keer al dat ik mijn koppetje stoot. De tweede keer dat je koppie stoot? Ja. Had je voor Saartje dan geen koffie? Ja, dat wel, maar Bronsnoor heeft me de keuken uitgegooid. Oh ja? Ja. Oh, dat komt hij net uit. Huh? Die zal voor jou komen, ik ga naar achteren. Zie! Zie! Wacht nou even! Huh? Man, ik ben veel te blij dat ik je zie. Huh? Oh ja? Ja. Nou, dat was je vanmorgen zeker ook. Hij schijnt eruit, toen was ik een heel ingewikkeld rapport bezig. En toen kwam jij zo luidruchtig binnenvallen, nou. En nou kom je het weer goed maken. Ja, ik kwam je halen. Oh, je moet weer de bak in, Zwiep. Hé, Van Dijk, hou eens rekening. Ik spreek hier met Zwiebertje, ja? Oh, pardon, veldwachter. Neem me niet kwalijk, ik was maar een oprisping, hoor. Zwiep, de burgemeester die wil je graag even spreken. Meneer de burgemeester? Ja, ja. Hij zoekt de wethouder voor rare zaakjes. Mensen, zeg Van Dijk, kun je nou wel eens luisteren? Ik spreek met Zwiebertje. Uitstekend, de brom, zet hem maar eens goed op nummer. Alsjeblieft. Ja, goed, ik zal mijn mond wel houden, mijn eigen winkeltje. Ja. Jij moet ook je mond houden. Piet, tot ziens. Ja.
Suwe blijft lang weg. Je hebt zeker veel met hem te bespreken. Haha, ik denk dat hij de achtbarenis flink onder handen heeft, juffrouw Sertje. Onder handen nemen, waarvoor? Om hem te vertellen dat hij zich bij mevrouw de barones heel behoorlijk moet gedragen. Nou, Suwe, je weet heus wel hoe ze gedragen moet. Ja, dan zeggen ze wat als het moet, juffrouw Sertje. Maar die zwerver die weet meestal niet precies wanneer of dat het wel moet. Ziezo, onze zwieber is al onderweg naar mijn schoonzuster. Toen ik hem vertelde dat Nicolino komt, vond hij het helemaal leuk. Komt je van Nicolino? Wat gezellig. Ja, dat hoop ik voor Nicolien. Maar ja, dat zijn familiezaken. Het is goed dat je mij hier neer, Wiebert. Het is toch niet vochtig? Gisteren heb je ook al zo'n lelijke kring op het tafeltje gemaakt. Oh nee, mevrouw, maar het was heus een ongelukje, hoor. Het dienblaadje was namelijk nog nat. Nou, en in de haast had ik het niet gemerkt. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar al heb je nog zo'n haast. Vergissingen duld ik niet, begrepen. Ja, mevrouw. Nog iets van die dienst, mevrouw? De kamers van mijn nicht en onze andere gast zijn toch in orde, hoop ik? Ja, mevrouw, vanmorgen al om 6 uur begonnen, mevrouw. Ik vraag of ze al klaar zijn. Ja, maar dat bedoelde ik ook, mevrouw. Nou, zeg het dan ook. Ja, mevrouw. Nee, dan heb ik voorlopig niets. Ga dus maar verder met je gewone werk. Ja, mevrouw. Oh, dat zal het manneke zijn wat een paar dagen wat dienstknecht werk wil opknappen. Je kent hem nog wel. Zwiebertje. Oh, Zwiebertje, ja, mevrouw. Ik hoor al. Kijk nou eens, wie bek! Even bij jou een grote meid worden. Je moet weten, ik was juist mijn vorige dienstje kwijt. En toen stuurde mevrouw de barones een boodschap of ik haar een paar dagen wilde komen helpen. Zo, zo. Zit de hoogheid binnen? Zo, als ze dat hoort. Ja, mevrouw, verwacht je al. Ach, mevrouw de barones, verwacht me al. Straks spreidt ze haar adellijke arm open, slaat ze om me heen en zegt dan smachtend in mijn oor. Kom naar jezelf. Zo, jouw plaats is in de keuken, Mibet. Ja, mevrouw. Dan volg jij me even naar binnen. Ja, mevrouw. Ja. Eén deur maar. Zo. Daar ben je dus. Ja, mevrouw. Daar ben ik. Dus. Die malligheid van de even zal ik maar door de vingers zien voor dit keer. Maar in het vervolg heb je hier als een normaal mens te gedragen, begrepen? Ja, nou, het was alleen maar een grapje, mevrouw. Ja, een heel raar grapje. En van jou verwacht ik geen grapjes. Nou, dit komt goed uit. Ik van u ook niet. Het gaat om een paar dagen. Ja. En dan verwacht u wel een grapje? Nee, maar ik blijf hier maar 3 of 4 dagen en dan reis ik weer af. Er is weinig personeel, dus het wordt flink aanpakken. Ik zal hem aanpakken. Je werk ken je nog van vroeger? Ja, mensen. Pardon, mevrouw. Troepel. Een behoorlijk jasje kan mijn bedje wel geven. Oh ja, en slapen kun je op het personeelskamertje boven. Huh? Ja, nog even dit. Nog even dit. Ik verwacht in de loop van de morgen mijn nicht Nicolien. En in de middag nog een andere gast. Nog een nicht. Bedien ze op hun wenken. Begrepen? Ja, nee, mevrouw, dat komt dik voor elkaar. Alleen zou ik willen vragen, zou ik misschien samen naar mijn huisje mogen? Ik heb er nog een geit en wat kippen te verzorgen. Dan ga ik er s'nachts ook. Oh ja, ja, dat is waar ook. Je woont in ons oude jachthuis. Woon ik. Ja, ja, dat is in orde. Goed. Als je maar zorgt dat je 's morgens tijdig weer hier bent. Uitstekend, mevrouw, kom voor elkaar, hoor. Dan ga ik me nu verkleden. Ja, en daarna moet je naar het dorp om boodschappen. Zeg, dus je forsaartje hebt me eigenlijk nodig? Ja, maar er is geen haard bij, hoor. Want je moet alleen maar een keukenkasteunplankje vastmaken. Oh, nou ja, maar dan ga ik maar direct, want ik heb toch niks te doen. Nee, zal ik jou even te doen? Ik zal jou even te doen. Nee, nee, nee. Hoe zie je? Nee, enkel de wijs, zeg je. Jachten stuiven over het lijf, wat is dat nou? Ga lekker hier zitten. Wees maar weer blij, Jacco, dat je de baas leven weer eens een keer gered hebt. Ja, laat ook altijd maar in de maling nemen, hè. Dan gaat je goed. Hé, Jacco, gaat alles goed? En,
Ik mag wel eens opschieten. Ja, waarom? Anders schopt de barones weer eens een rel. Oh, nou, dat doet me genoegen dat je eindelijk eens onder de plak zit. Het is heel goed dat er eens iemand je opvoedt. Zal ik jou eens wat zeggen? Nee, laat maar. Oh. Ik ga er vandoor. En jij mag je baasje wel eens opvoeden. En u? Dag, Zwiep. Nee. Zorg maar dat je gauw opschiet, want dan staat de barones me nog met de mattenklopper te wachten. Ja, Jaco. Van binnen weer. Maar van buiten. Van dat schijnbedrieg. Dag, juffrouw Nicolien. Dag, Van Dijk. Maar waarom ben je niet met de trein gekomen? Van Leiden helemaal hier naartoe gefietst. Dat past toch niet voor een jonge dame? Ach, waarom niet, tante? Mooi weer en een gezond tochtje. Ja, een dame doet zulke dingen niet. Hoe is het met je studie? Nog een jaartje, tante. En na dat jaartje? Ach, dat zien we dan wel weer. Maar u had een verrassing voor me. Je laatste brieven hebben oom en mij een beetje ongerust gemaakt. Ongerust? Waarom? Tja, jij schijnt niet alleen vriendinnen te hebben. Jij hebt ook vrienden. Natuurlijk. En op een of andere schijn jij bijzonder gesteld te zijn. Oh, je bedoelt Aard van Bergen. Ja, gewone burgerjongen, niet van adel. Bijzonder aardige vent. Vent? Heer of geen heer? Goed, een aardig heer dan. Luister eens, lieve kindje. Op jouw leeftijd wordt het tijd dat je eens aan een huwelijk gaat denken. Aan een goed huwelijk. Lieve tante, in de eerste plaats denk ik nog niet eens aan een huwelijk. En als ik eraan zou denken, dan natuurlijk aan een goed huwelijk. Nou, dat is dan een hele geruststelling. Dacht u dan dat ik zo mijn hals over kop zou gaan trouwen? Oom en ik maken onze leden een beetje bezorgd dat je maar de gewone burgerman zou komen aanzetten. Nou, ik zal trouwen met de man van wie ik hou. Ja, maar dan toch zeker met iemand uit je eigen kringen. Daarom hebben oom en ik een plannetje gemaakt. Een verrassing. Zo, dat is dus de verrassing. En wat bent u dan van plan? Ik heb daarom de zoon van een goede vriendin uitgenodigd hier een paar dagen te komen logeren. Een logeerpartij om aan een wildvreemd heerschap te koppelen? Stil, Nicolien. Leer hem eerst maar eens kennen. Het is een door en door keurig, uiterst beschaafde jongeman. En wie dan wel? Een zoon van de Kwispelsteins. Jonker Godert van Kwispelstein. Zeer gefortuneerd en naar ik zeker weet een voorbeeldig echtgenoot. Ik denk er niet aan, tante. Ik maak zelf wel uit met wie ik zal trouwen. En als u het goed vindt, dan ga ik me nu even verkleden en wat opfrissen. Nog jong en onervaren. Maar ik ben er ook nog. Ah, ik zie het al, juffrouw Saartje. Het steunen latje van de plank is losgeschoten. Ja, ik zei het straks toch al. Toen ik vanmorgen die ijzeren vleesman in het kastje zette, toen ik het roemelde boem, oh, een lawaai. Ja. Is het erg? Well, nee, het latje zelf is nog heel. Oh. Ik zal er een schroefje in zetten. En nog een klein spijkertje er tegenaan, dan kan er nooit meer wat gebeuren. Ja, ik was zo geschrokken, maar het is allemaal goed afgelopen. Ja. Alleen de zeepot is gebroken. Weet u wie ik onderweg hier naartoe tegenkwam? Nou? Juffrouw Nicolien. Juffrouw Nicolien? Ja. Oh, dan was ze zeker net aangekomen met de trein. Nee, die was met de fiets. Op de fiets? Ja, helemaal het laaien. Oh. Met een koffertje achterop. Voor zo'n deftige jonge dame? Ja. Oh. De wereld verandert, juffrouw Saartje. En de deftige jonge dames ook. Oh. Weet u wie er op het kasteel werkt tegenwoordig? Zwiebertje. Ja, maar wel voor een paar dagen maar. Ja. Dan vertrekt de barones weer naar het buitenland. Oh. Ja. De deftigheid ziet meer van de wereld dan wij, juffrouw Saartje. Nou, maar in mijn kleine wereldje beleef ik ook een heleboel, Van Dijk. Ja, ja. Maar ja, dat moet wel in je zitten, dat trekken. Wij zijn geen trekvogels. Weet je wie het wel hebt? Wie het in zich heeft? Ja. Een Zwiebertje. Zo, ah. Wat is er? Hij pakt. Oh, gelukkig. Ja. Het is muurvast nou.
Laat maar. Ik doe wel open. Ik ben hier de huisknecht. Goedemorgen, brave man. Ik ben Jonker Gordert van Kwispelstein. Wil jij me even bij mevrouw de barones aandienen? Ja, zeker wel, hoor, meneer. Alsjeblieft. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Even zitten. Zo druk. Ja? Mevrouw, visite. Jonkheer Glodert van Kwispelstein. Welkom, beste jongen. Oh, mevrouw, wat heerlijk is het om u weer te zien. Oh, mevrouw, wat heerlijk is het om u weer eens te zien. Wat markeer jij opeens? Neem mij op mijn bed, dat hoor je toch. Zo heerlijk om jou weer eens te zien. Jij moet geloof ik altijd gek doen, hè? Oh nee, helemaal niet, brave meid. Zou je zo vriendelijk willen zijn mij even bij de barones aan te willen dienen? Godert van Kwispelsweep. Oh, dat is die nieuwe gast, hè? Ja, mijn lief duifje. Oh, een bijzonder charmante jongen. Goed in het pak. Dromerige ogen en wandels ook niet. Oh, vier zwiebertjes, zo spreek je niet over zo'n verdame gast. Oh, jij leert het ook geloof ik nooit, hè? Hup, dan ik ook gek. Kom op. Boem, 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 boem. Ik had gaarne een bloemetje voor u meegebracht, mevrouw, maar in dit kleine gat is geen bloemist te ontdekken. Erg lief van je, Godert. Maar bloemen kan je alleen bij de kweker buiten het dorp kopen. Oh, maar als ik dat geweten had. Nou, ter zake, mijn jongen. Kom eens hier naast me zitten. Je weet de reden van je komst? Ja, mevrouw. Mama heeft het me gisteren heel discreet uitgelegd. Ja, een huwelijk met mijn nicht lijkt me een uitstekende verbintenis tussen onze twee families. Mm-hmm. Nicoline moet een heel lief en knap meisje zijn, heeft mama gisteren gezegd. Ja, dat is ze nog. Dat is ze ook maar nog wat jong en onervaren. Oh, charmant. Dus nog echt een pril ding, als ik het zo zeggen mag. Ja, maar met een eigen winnetje. Wanneer verwacht u haar? Ze is er al. Toch niet met dezelfde trein gekomen? Nee, vanuit Leiden helemaal hier naartoe gefietst. Gefietst? Oh, wat affreus. Maar in een huwelijk, onder goede leiding, Godert, leert ze zulke malle bevliegingen wel af. Ach, mevrouw, zo'n bevliegentje vind ik wel charmant. Het is meer een blijk van jeugdige fantasie. Misschien wil jij je wat opknappen. Ik zal de huisknecht even bellen. Die wijst je dan je kamer wel. Ik geloof dat Nicoline heel gelukkig zal worden met een man zoals jij. Ja, dat zei mama ook. Dag Nicoline. Blij om je te zien. Hoe maak je het kind? Hm? Gezond als een vis en nijdig als een spin, oom. Daarom had ik u even willen spreken. Ga zitten, kind. Zo. En vertel, wat heb je op je hart? U weet ervan. Waarvan? Tante zei dat ze het u ook verteld had. Oh, bedoel je dat? Ja, mijn lieve schoonzuster was op bruidegomjacht voor je, hè? Ja, dat bedoel je toch? En als u dat wist, waarom hebt u er dan geen stokje voor gestoken? Je tante kennende. En ik ken haar al heel lang. En mij heeft ze helemaal geen vertrouwen. Juist als je haar probeert tegen te werken, zet ze nog veel harder door. Dus u kunt me ook niet helpen? Ik zal er eens over nadenken. Nou, dan ga ik maar weer. Zoals u zo mooi zei, dan zal ik mijn eigen boontjes wel moeten doppen. En boontjes doppen kan jij heel goed. Dus, maak je niet bezorgd. Hm? U bent een lieverd oom. Maar hoe ik mijn eigen boontjes doppen moet, dat weet ik ook nog niet. Dag, oom. Nicoline, kom nog eens een keer langs. Als ik geen bezoek heb, dan kunnen we nog eens rustig over praten, hè? Dag.
Die Nicolien, een aardje naar een vaartje. Snap je nou waarom ik zo neidig ben? Pak dan stiekem je koffer en verdwijn. Ah, dat kan toch niet? Krijg ik helemaal de grootste herrie. Ja, met dan? Ja, dat vraag ik jou juist. Hm? Je hebt toch immers altijd van die vreemde invallen? Dankjewel. Zeg, wacht eens even. Heb jij niet een leuke vriend? Vrienden en vriendinnen genoeg. Maar wat bedoel je? Nou ja, kan je toch tegen je tante zeggen dat je eigenlijk al stiekem verloofd bent? Ah, dat gelooft ze toch nooit. Hm. Maar je hebt wel een goede vriend? Ja, Aard van Bergen bijvoorbeeld. Oh, ja. Een reuze aardige sportieve jongen. Maar wat bedoel je nou? Nou, kan hij niet eens een paar dagen hier gezellig komen logeren? Aard? Logeren hier? Ja, oh, domme Swiepje. Dat ken jij mijn tante nog niet. Die is in staat om het jachtgeweer van mijn oom te pakken en hem de stoep af te schieten. Haha, jonge dieren zoals jij die hebben ook. Die zijn nog allemaal zo vlug in hun oordeel. Luister eens even. In jouw huisje logeren? Sst, niet zo hard. Zometeen schiet je tante mij nog in de trap. En nu wil jij dat Aard... Ja, hier, nou is er een goede gelegenheid. Je tante is er ook toch niet. Je kan lekker even bellen. Als hij naar me thuis is. Kom op, hop. Ik hou hier wel de wacht. Hoho, waar ga jij naartoe? Nou, naar de salon, naar mevrouw. Jij gaat niet naar de salon, je gaat terug naar de keuken en je werk. Opzij, ze niet zeuren, jij gaat in je werk. Maar je hebt daar niks te maken met in de salon. Dat is niet nodig. Ik ben... Wat zijn dat voor malle fratsen? Zo doe je een dame toch een mantel niet uit. Wat betekent het idiote gedoe met Bibette even? Uitstekend, mevrouw, dat zijn twee antwoorden en twee vragen. Oftewel gezegd, twee vragen en twee antwoorden. Zo help ik Saar van uw zwager, meneer de burgemeester, ook altijd uit haar jas. En punt twee, Bibette wou eventjes gaan afstoppen. Ik heb gezegd, je hebt het al druk genoeg. Jij laat de hele boel even aan mij over. Kom, Gordert, ga mee naar binnen. Ja. Jij zet thee? Juist, mevrouw, ik zet thee. Oh, tante, nu al terug? Ja, zoals je ziet. Waar ga jij nu weer heen? Even een boek halen, tante, ik ben zo terug. Opschieten jij, thee zetten en wacht dat je weg doet. Hop. Ja. Goed dat je tegen de deur klopte, zeg. Ik had Aard net aan de telefoon en ik heb meteen opgehangen. Juist, komt ie? Nou, ik had nog niet de tijd om het hem te vragen. En nu ze terug zijn, krijg ik helemaal de kans niet meer. Sst, wacht. Ik heb een idee. Ik moet straks naar het dorp. Je pakt je fietsje, bedekt de smoes en jij rijdt achter me aan. Waarom? Waarom? Je kan je hem bellen met mijn vriend Malle Pietje. Maar waarom moeten we nou ons huis weer uit? We moeten helemaal het huis uit. Ik duw je alleen het vinger uit. Juffrouw Nicolien wil eventjes vertrouwen telefoneren. Dat is alles. Je gaat gelijk in de bieden. Ja, maar waarom moet dat nou net precies zijn? Hé, omdat ze jou zo'n aardig kereltje vindt. Ach, het is toch wel een goed zaakje. Ja, stil dan maar. Ja. Als je nou precies alles wil weten, ja. Maar denk eromheen. Mondje dicht. Ja, natuurlijk. Hand erop. Ja. Nou? Het is een complot. Een complot? Ja, een complot. De barones wordt bedreigd, maar ze weet het zelf nog niet. Oh, dat is lelijk zeg. Maar hoe weet jij het dan? Omdat je van Nicolien mij in vertrouwen hebt genomen. Ze is een oude vriend van haar. Ze is erachter gekomen. Oh, maar waarom heeft ze dat nou eerst tegen jou gezegd en niet tegen de tante? Natuurlijk niet tegen de tante. Wat nou, tante? Als ze dat tegen de tante gaat zeggen, dan schrikt ze een ongeluk. En dan valt ze een driedubbele appelflauten. Nou, zeg, en ze wil de tante wil ze daarvoor sparen. Ze heeft al die tijd al appelflautes gespaard voor nou, de tante. Jongen, wat een verhaal zeg. Maar dan had ze het toch volgens mij eerst nog tegen de veldwachter kunnen zeggen. Tuurlijk niet de veldwachter. De veldwachter zich mee gaat bemoeien. Dan vloeit er bloed. Nou, ik begrijp er niet van. Wat staat ze nou te doen? Ze staat te bellen, ja. Maar met wie? En wat wil ze nou eigenlijk? Met de bedreiger. Nee, de bedrieger. Huh? Nee, complotter. Ja, ze wil die man tevreden houden, zoet houden. En ze wil hem de spaarpoed aanbieden. Ja. Vrouw heeft mij maar een dikke spaarpoed. Jongen, wat een verhaal zeg. En ja. Die dacht er eventjes een paar rustige dagen door te brengen. Ja, inderdaad. Hmm. Maar zo denk ik, jongen, het leven zit vol verrassingen. Ja. Zo. Ai, kom maar. Zo, maar hè, denk erom, mondje dicht, hè. Ja, natuurlijk, ik zeg niks. Mooi. Ik weet helemaal van niks. Hij gaat akkoord. Mijn boot, gefeliciteerd. Dank je. Gefeliciteerd, vrouw. Misschien komt alles nog in orde nou. Ja, ik hoop het. Maar ik ben wel een beetje bang. Nee, gek.
Even afrekenen, Van Dijk. Hoeveel krijg je van me? Nou, nee hoor, juffrouw Nicolina. Ah, dat is lief van je, laat u maar. Ik wil u graag van dienst zijn, ja. Dankjewel. Ja, nee, laat u maar. Het is een soort klantenbinding. Juffrouw Nicolien, we gaan er vandoor. We kunnen uw tante de barones niet zo erg lang laten wachten. Neem ons niet kwalijk, Van Dijk. Nee. Wij gaan. Gaat uw gang. Dag, Van Dijk. Ja, dag, vrouwle. Jongen, jongen. Ik ben blij dat ik niet zo rijk ben, Jaco. Zo zie je maar. Rijk zijn, dat is ook niet alles. Maar wel heel veel. Vriend van u zit vuil bij me thuis. En? Hé, wat en? Ik heb het hem verteld. En hij is wel met alle plezier gewoon het een blauwe oog slaan. Zeg, Benen, helemaal. Huh? Nee hoor, dat gebeurt niet. Hey. Nee, als dat je plan is. Nee, ik weet wat beters. Zeg tegen Aard dat hij morgenochtend achter in de tuin op me wacht. Doe ik net of ik hem heel toevallig hier in het dorp ben tegengekomen. En stel hem aan mijn tante voor. Zeggen dat dat mijn beste vriend is en dat ik later met hem wil trouwen. Ja, nou, dan moet u nodig tegen uw tante zeggen. Die zit er een wieltje door. Ja, nou, maar ik ook. Desnoods. Huh? Desnoods geef ik haar toestemming dat die Godert met een pak rammel dreigt. Maar alleen maar dreigen hoor, niet echt natuurlijk. Nee, kom nou, zo bang is die Godert toch niet? Pas op, als Aard zijn tanden laat zien. Huh? En een held is Godert niet, dat heb ik al lang gemerkt. Huh? Zeg tegen Aard dat hij om 9:30 in de tuin op me wacht. Ja, ik zal het doen. Eén of twee blauwe ogen. Wie weet, de vrouw heeft het voor het zeggen. Zo, ik zal jullie nu een ogenblikje alleen laten. Ik geloof, Nicolien, dat Godert je wat te vragen heeft. Daarom laat ik mijn duifjes even alleen. U zult misschien denken, wat bedoelde uw tante eigenlijk? Zeg me liever wat jij bedoelt. Oh, nou, ik vind jou een heel lief meisje, Nicolien. Oh, maar dat ben ik helemaal niet, hoor. Maar waarom zeg je dat? Nou, dat zit zo. Mijn mama, die vindt... mijn mama, die zei... Papa ook, hoor. Ze vinden allebei dat jij en ik... Ik mag toch wel jij tegen u zeggen? Zeg maar wat je wilt, hoor, Godert. Oh, wat charmant. Nou, ze vinden namelijk dat het hoog tijd voor me wordt om eens aan huwen te denken. Oh ja, dat vind ik ook. Oh, wat charmant dat u dat ook vindt. En? Heb je je oog soms op Mibet laten vallen? Mibet? Hoe kom je daarbij? Nee, Nicolien, je houdt me voor de mal. Die Nicolien toch? Met jou natuurlijk. Met mij? Ja, met jou. Papa en mama die zijn het er helemaal mee eens. En je tante vindt het ook goed. Daarom, Nicolien, mag ik je daarom om je hand vragen? Omdat jouw mama en papa en mijn tante het zo charmant vinden. Ja, maar ik vind het ook charmant. Ja, maar ik niet. Ik kijk wel uit, zeg. Geen haar op mijn hoofd die er zelfs maar aan denkt. Ja, maar wat moeten mama en papa dan wel niet zeggen? En je tante? Oh, dat interesseert me niets, beste jongen. En kijk maar alsjeblieft niet zo schutterig aan. Ja, maar ik heb je tante beloofd. Ja, jij misschien wel, maar ik niet. Ja, maar wij mogen niet ongehoorzaam zijn. Je bent een heel braaf jongetje, Godert. En ook een heel braaf echtgenoot, Nicolien. Ja, maar ik heb een gruwelijke hekel aan brave echtgenoten. Ben ik nu duidelijk geweest? Ja, maar als we... Je zou het toch eens met me kunnen proberen. Ik zei nee, Godert. En daarbij blijft het. En sta nu alsjeblieft op dat rare gekniel. We leven niet in de middeleeuwen. En toch blijf ik hoop. Je doet maar hoor, Godert. Dag hoor. Ze wil me gewoon uitproberen. Nou, morgen zal ik haar laten zien dat ik een man ben.
Hé, ben je nou wel terug? Wat is met de aard? Alles is misgegaan, Zwiebertje. Mis, hoezo mis? Nou, ik zat aard net uit te leggen wat hij moest doen toen tante opeens achter ons opdook. Die begon dadelijk te dreigen dat ze de veldwachter op aard zou afsturen. Nou, ik had veel zin om haar in haar gezicht te zeggen hoe ik over de dacht. Maar te willen van aard heb ik mijn kiezen op elkaar gehouden. Wat nou? Nou, ik vind nogal wat. Sst. Ga aan je werk! Ja. Heb ik Nicolien misschien even van de val in de sloot geholpen? Ja. Oh, pardon. Mag ik het huis van de burgemeester? Ja. Ja. Ja, wat doe je nou opgewonden, Harriet? Waar heb je het over? Man? In je tuin? Een ordinaire kerel. Ja, maar wat deed hij? Laat achter die Coline aan. Aha. Ja, wat wil je nu van me? De veldwachter. Ja, ja, ik ga toch naar het gemeentehuis. Ja, ja, dat komt in orde. Ja, ja. Ja, Harriet, wat nog meer? Je moet niet zo hard spreken, ik kan je niet verstaan, Harriet. Een dinertje. Zondagavond. Een verlovingsfeestje. Ah, dus toch. Tante wil het verlovingsfeest doorzetten. Zondag. En wat nou? Ja, ik denk dat ik er maar stiekem vandoor ga. Dat is het enige wat ik nog kan doen. Nee, luister er niet allemaal zo overhaast. Misschien krijgt Bloem die vriend van u nog wat te pakken. Ah, dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Je zei dat Aard er lang vandoor was. Sst, luister nou eens. Die jonker, die... Godert? Ja, die papjonker, die bedoel ik. Brom heeft hem nog nooit gezien, hè? Nee, nog nooit. Hoe zou die? Mooi. Wat mooi? Niks, ik vertel u niks. Laat het maar helemaal aan mij over, Vreule. Zeg nou, Zwiebertje. Nee, dat kan ik niet. Stel u voor dat uw tante ons betrapt, dan ben ik nergens meer. Vraag weg, weet je. Oh, mijn bed, wat is het leven ingewikkeld. Ah, dan hoef je hem nog niet zo hard in mijn pak te knijpen. Het moest even. Dat was gewoon om moed te verzamelen. Oh, je bent ook een gekke. Hup, zei mama, kijk eens. Giet op. Hé, nou moet de winkel toch niet uit. Ik wou even graag optelefoneren, want ik heb nogal haast en het is heel belangrijk. Dus laat me nu even alleen alsjeblieft. Ach ja, zeg maar, nou is het Sjako, dan moeten we hier nog onze eigen winkel uitgedouwd worden. Wat is dat? Wat hebben die allemaal met die papelagaai te vliegvlooien? Het is mijn papelagaai. Ja, weet ik, het is jouw papelagaai, het is jouw winkel, het is jouw telefoon, maar ik moet even bellen. Fijn, nou. Hallo? Juffrouw, mag ik even nummer 110? 100, juist. Ja, met het gemeentehuis. Luister, is misschien de veldwachter in de buurt? Ja? Dan geef hem nu even gauw. Hallo, spreek ik met die gemeente... Ik ben al met de gemeenteveldwachter. Ja, heel fijn. Ja, maar ja, ik wil even vragen, luistert u eens even. Nee, het spijt me, mijn naam kan ik niet noemen. Nee, anders kom ik zelf ook in gevaar. In gevaar. Geen sigaar, gevaar. Ja, hè? Nee, een ogenblik. Kijk, ik wou even vragen, ik hoorde, u zit net achter. Laat me even uitpraten. Ik bedoel, u zit net achter een vreemde particulier aan. Ja. Ja, net persoon, ja. Net, tenminste, aan de buitenkant. Buitenkant, ja. Nee, nou hoorde ik die man net in het bos fluisteren met een ander. Hij heeft namelijk een afspraak. Ja, op een afspraak met een nicht. Een nicht. Ja, nee. Nee, een gewone nicht. Een nicht. Van de baronist, het is de baronisternicht. Ja, dat wordt het juist, ja. Ja, inderdaad. Hé, waar? Ja, ogenblik, ik moet even nadenken. Nee, mevrouw, we spreken nog. Ja, we spreken nog, ja. Hé, wat zegt u?
Ja, nee, wacht. Ik heb het. Ja, dat is waar. Het is bij het huis. Het huis van de zwerver. Het zwerversnest heet dat ding. Ja, maar hoe heet die man ook weer? Piepertje. Nee. Slieper. Wieper. Nee, ook. Zwiepertje. Dat is Zwiepertje. Hoe laat? Ja. Even nadenken. Nee, juffrouw, we spreken nog. Zei je wat tegen me? Hou. Hoe laat, hè? Wacht even, hoor. 2:30. Ja, ik weet het weer. 2:30. Ja. Ja, punt. Weet ik van hoe dat heet. Ja, 2:30. Voor elkaar. Nee, meer weet ik ook niet. Kan u niet meer vertellen. Uitstekend. Dag, bro. Poveld. Je kan binnenkomen. Wat is het nou? Nog steeds over het geboekte. Nog steeds over het geboekte, maar je weet van niks. Je houdt je mond, het is geheim. Nee, ik blijf liever gezond, alsjeblieft. Nee. Zeg, hartelijk dank. Ja. Op jou kan ik bouwen. Ja, adieu. Adieu. Als dat geen vies zaakje is, Jaco. Ik ben blij dat ik er niks mee te maken heb. Beste Godert, ik had je graag vanmiddag even vertrouwelijk willen spreken. Je kent het huisje van Zwiebertje, het oude tuinhuisje achterin het bos. Kom daar om 2:30. Nicolien. Nee, wacht even. PS. PS? Ja. Verscheur dit briefje. Zo goed, Zwiep? Ja, akkoord. Uitstekend. Ik stop het vanmiddag stiekem in de jas van zijn pak. Maar ik ben helemaal niet van plan om te komen. Nee, natuurlijk niet. De tijd ben je vergeten. Laat maar. Sst, daar komt je tante aan. Laat ons alleen, Zwiebertje. Ja, mevrouw. Oh, pardon, neemt u mevrouw niet kwalijk. Je doet nog wel zo stuurs tegen me, Nicolien. Maar bedenk dat oom en ik het beste met je voor hebben. Ah, jij bent nog een romantisch meisje. Maar in een huwelijk komt heel iets anders te kijken dan alleen maar romantiek. Zeker in onze kringen. Ik weet zeker dat Godert een voortreffelijke partij voor je is. Je ouders kunnen gerust zijn. En je verlovingsdag zal een hoogtepunt in je leven zijn. Denk eens even in, Nicolien. Nicoline van Kwispelstein, van Stoethaar tot Traspelaar tot Toetelaar. Is het niet verrukkelijk? En als er eenmaal al die kleine stoetelwapertjes erbij komen, dat zou toch samen zijn, Nicolien. Je handen omhoog! Je handen omhoog en heel vlug! Zeg, wat wil jij? Wat zoek jij hier, hè? Ik? Zeg, wie denk je eigenlijk wel wie je voor je hebt? Je handen omhoog. En vlug voor de derde en de laatste maal. Zeg, ik zal het mama vertellen, onbeschofte man. Ja, en ik zal het mijn opoe vertellen. Wat zoek je nou hier, hè? Bloemetjes of vlindertjes? Ik had hier een afspraak. Ah, met een kaboutertje zeker? Nee, met de freule hier. Wat zeg je? Met de freule? En dat durf jij zomaar te bekennen? Ja, daar hoef ik voor jou toch zeker geen verklaring voor af te leggen, is het wel? Nee, daar ben je mij geen hand meer voor schuldig. Maar wel iemand anders. En weet je wie? Huh? Mijn edelachtbare heer, de burgemeester. Ha, dacht je dat? Ja. Ik ben alleen verantwoording verschuldigd aan mama, papa en de barones. Juist. Mevrouw de Baronse, hè? Maar die zal wat blij wezen als ze hoort dat ik zo'n boef als jij bent te pakken heb gekregen. Mevrouw de Barones? Man, je weet niet eens waar je over spreekt. Je bent me daar een brutaaltje. En nou vooruit, mee? Met jou mee? Ja. En waar naartoe als ik vragen mag? Dat kan ik je wel vertellen. Naar een heel klein hokje. Met zulke dikke tralies voor de ramen. En een grote stevige ijzeren deur. Met een grendel ervoor. Zo. En nou, mee. Ja, maar waarom?
Maar Roem, daar kan je in dat hokje nou eens diep over nadenken. En nou voor me uit. En neem niet de benen, want dan breek ik jouw benen. Breek ik mij? Hou je mond en zwijg en nou vooruit. Opschieten. Zo. Ja, durf eens. Mijn handen. Ik kan mijn handen niet langer boven mijn hoofd houden. Ik krijg kramp. Oh, je handen. Ja. Doet hij dan maar achter je rug, hè? Op je rug, die handen. En nou, opschieten. Zo. Knap gedaan, veldwachter. De man zit dus veilig achter de tralies. Ja, meneer. Hey, heb je een nieuw uniform? Ja, meneer. Helemaal nieuw. Ah, en, keurig. Een nieuwe pet ook, meneer. Ah. Mooi, hè? Ja, keurig. Ja, meneer. Keurig. Nou ja, wat betreft dat zaakje, ja. Meneer, och, dat was maar een heel klein karreweitje, hoor. Wow. Een jonge snotneus. Ja, ja. Maar wel een slim soort oplichtertje, ja. Begrijpt u wel? Ja. Zo'n jongetje wat denkt alles maar te kunnen ontkennen, ja, hè? Ja, ja. Maar bij mij, nee, meneer. Ja, wat ik je nog zeggen wil, confronteer het heerschap even met mijn schoonzuster. Dan hebben we helemaal zekerheid dat je de goede man te pakken hebt, hè? Ik zal mijn schoonzuster even bellen dat je komt, hun? Tot de jongens. Heel lachbaar, hè? Ja. Oh, wat ik zeggen wilde, meneer. Ja. Hoe zal ik het zeggen, hè? Hij is nou zo klein, meneer. Yeah. Hij eet gewoon uit mijn hand. Ja. Ik zal ook even mijn nichtje bellen en maak een rapport op, veldwachter. Tot de orders. Eet de lachbare. Veldwachter. Dag, meneer. Abram, jij hier? Zwiever, zeg wie ik ben. Wat? Ken jij dat heerschap ook al? Oh, een beetje oppervlakkig, anders niet. Oh, nou ja, vooruit. Die mij direct een... Bij mevrouw de barones. Ogenblik. Jullie maar binnen willen komen. Juist. Deze kant. Mevrouw de barones, u arrestant. Veldwachter, is dat... Ach, mijn jongen, wat hebben ze met jou gedaan? Die stomme dorpsveldwachter heeft me beledigd en mezelf durven opsluiten. Ja, maar is hij dan niet? Ach, verdwijn, man. Ik zal mijn zwager een boekje over je open doen. Weg. Ik zal gauw een glas cognac voor je inschenken, mijn arme, lieve jongen. Ach, wat zul je geschrokken zijn. Wacht, Nicolien is boven op haar kamer. Ik zal haar halen. Die zal je troosten. Paul is niet nodig, mevrouw. Nicolien wil ik niet meer zien. Ik pak mijn koffer en ga meteen naar huis. Maar, vondeltje, zondag, de verloving. Ik verloof me niet, mevrouw. Ik ben als een dief door het dorp opgebracht. Ik ben onsterfelijk geblameerd. Dit zal ik mama vertellen. Doe nog, Godert. Nicolien zal... Die naam die kan ik niet meer horen, mevrouw. Hier, drink uw cognac zelf maar op. Ik ga mijn koffer pakken. U leeft hier in een wildernis. Oh, zijn de toestanden. Die stomme veldwachter. Hij gooit de deur een beetje te hard dicht. Hoezo? Ik begrijp er nog steeds niks van. Wie heeft jou opgebeld of gewaarschuwd? Ik weet het, die ridderman die wilde zijn naam niet noemen. Ja, het is misschien een soort van wraakneming van die man die we zochten. Ja, dat kan. Maar wat heeft die gezegd? Nou ja, laat maar. Ja, laat maar. Mijn schoonzuster is woedend, maar die trekt wel weer bij. Het is een malle geschiedenis. Ja, en niemand begrijpt er iets van. Dat vind ik nog het mooiste. En is juffer Nicolien is die erg verdrietig? Vrouw Nicolien? Wel, nee, die volgoudt het met een engert. Dat heeft ze mezelf verteld. En zondag zou ze zich verloven. Oh ja, waarschijnlijk een klein kaboutertje die de juffer Nicolien wilde redden. Kaboutertje. Kaboutertje? Jij bent die kabouter. Ben jij die kabouter? Zitten, mensen. Zitten, mensen. Goed dat er nog kaboutertjes bestaan. Ja. Nicolien. Ah, wat leuk. Ja. Dat is helemaal niet. Het was heel erg. Ja, tante was niet te genieten. En ik heb nog iets goed te maken. Beste veldwachter, aan jou heb ik te danken dat ik me nu weer zo gelukkig voel. Hier, alsjeblieft, voor jou. En trek je maar niets van mijn tante aan, hoor. Dat trekt wel weer bij. Ja, pak maar uit. Wacht dat. Oh, kijk eens. Een fles Bourgogne. Oh, freule, dank u wel. Maar waar heb ik het nou aan te danken? Dat heb ik je toch al gezegd. Voor moed, beleid en trouw. Bravo, Nicolien. Ik ben trots dat jij mijn nicht bent. En ik?
dat Zwiebertje mijn vriend is. Die pruilen. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens hoor. Dat Zwiebe de Zwerver zich niet liet kisten en mij dus weer eens flink bij de neus nam, was het heerlijk lenteweer. De burgemeester had mij gevraagd bij hem over huis te komen om een paar dorpsaangelegenheden te regelen. En dus besloot ik wat gewichtig werk in de keuken af te doen. Ik was daar druk mee bezig toen juffe Saartje binnenkwam. Daar zit hij weer gewichtig te wezen. En dat nog wel met het mooie lenteweer. Geen lachje kan er bij hem af. Nou ja, mij een zorg. Maar mijn keuken is mijn keuken. En ik zal erin doen wat ik wil. En in tranen stort zij. Wat krijgen we nou, ze? Wat heb je? Ben je er een wesp gestoken? Uw gezang, mijn gezaartje. Mijn gezang? Ja, uw gezang. U haalt me helemaal uit mijn concentratie. Blijf van dat notitieboekje af. Ja, kijk eens, daar zitten er allemaal vlekken op. Oh, mooi hoor. Ach, doe nou. Ik zeg juist uit van je sigaar eraf. Ja, nou heb ik het zeker weer gedaan, hè? Je moet me niet kwalijk nemen, juffrouw Saartje. Maar dit notitieboekie, daar ben ik erg zuinig op. Ja, hier staan allemaal ambtsgeheimen in. Nou, ligt het allemaal weer netjes. Ik zal al boodschappen gaan doen, hoor, in het dorp. Mm. Ik laat je helemaal alleen. Nou, toch eens. En dan zal niemand je meer storen. Maar dat is tenminste prettig. Ja, wat krijgen we nou weer? Neem me niet kwalijk. Meneer. Ik wist niet wat het was. Nemen. Wat moet ik je kwalijk nemen, veldwachter? Nou, meneer, dat ik me zo schielijk omdraaide. Altijd op je hoede voor inbrekers, hè? Betere speurhond kan ons dorp zich niet wensen. Ja, wat kan ik eigenlijk doen? Oh ja, loop even mee naar de zitkamer. Dat rapport wat je me zo net hebt voorgelegd is me niet helemaal duidelijk, veldwachter. Had ik het niet netjes genoeg geschreven, meneer? Een schoolmeester zou je handschrift echt niet kunnen verbeteren. Oh. Ja. Maar ik begrijp iets niet. Kom me dat even uitleggen, wil je? Ja. Zo'n mooi ding. Oh. Ja. Nee? Dat is even wat, hè. Dat is echt Italiaans. Het is niet waar. Jazeker. Dat heb ik nog op de kop getikt van een oude Savoyard. Van wie? Een oude Savoyard. Een oude Savoyard? Ja. Was een Savoyard? Nou, dat is een man uit Italië. En wat moet die kosten? Nou, nee, niet dat ding, niet die Savoyard. Nee, maar voor jou, mannetjes als jij, met zo weinig draagkracht, 70 gulden. Maar voor de baron wel 110. Ja. Ja, baron. Baron 110? Nee, baron van Dennevoort. Van Dennevoort, ja. Ja, moet je horen, die man die komt hier zo vaak, hè. Hij heeft er echt zin in, hè. Hij is al 3 keer hier geweest, hè. Zeg, is het nou waar dat je een beetje ruzie hebt met je façade? Nou, kijk, dat zit zo, hè. Ik had in de tuin van de burgemeester wat bloemetjes geplant. Ik dacht met mijn domme kopje er niet bij na dat mijn mooie schoenen meer op modderklompen leken. Ik stapte zo per ongeluk de keuken binnen. Oh. Nou, ik had nog niks in de gaten. Ik loop ook de gang nog in om Saar te zoeken. Liep er zwaar tegen de lijf op. Ziet Saar opeens al die modderstappen op de gangloper en in de keuken. Oh, en dat voor die keurige juffrouw Saartje. Tja, en wat nood gebeurt, begint ze opeens tegen me uit te varen. Noem me een grote viespeuk, een slobberkous, smeerpoets.
wist ze dat dan nog niet? Ja, van jou wist ze het wel, maar ze dacht dat jij mij besmet. Oh. Nou, zonder dolle. Zeg, vertel eens verder. En toen? Ik werd opeens zo giftig. Had ik me daar een troep Afrikaantjes voor de tuin meegebracht. En ook nog in de tuin geplant ook. Nou, krijg ik me daar een aardbrander van je welste. Zei tegen haar, nou, hoor eens even, Saar. Heb ik me daar voor jou en de edelachtbaarste een uitsloven? Je kan me nog meer. Dit zijn tenminste eerlijke modderschoenens. Vlieg met de hele bloemenstuin en je schone lopertje en je schone tegeltjes de lucht in, bestuur. Nee toch. En toen? Nou, toen ben ik hem gesmeerd en gooide de keukendeur kwaad achter me dicht. En nou? Nou, niks. Ik heb een print, kaart, schap, brief, ding. Met ja. Bloemen, de van harte, de weet ik niet wat erop staat. Die heb ik als haar geschreven. Ja. En kijk, we zaten ook eens, kijk, we zaten, laat mij eens even die verrekijker van jou. Mm-hmm. Waar ben je? Oh, hier. Ik kan het zo gauw niet zien. Mag je even, ja, hebben. Ja. Maar moet je erheen kijken? Of boven? Lieve Saar! Of, die bedoelt het schijf, of mag ik dat niet meer zeggen? Ik heb spijt dat ik gisteren zo opgevlogen ben en je keuken helemaal heb bemodderd. Kon vannacht van narigheid. Van overnarigheid haast niet slapen. Omgedraaid. Wil je nou niet meer neidig zijn op je eigen vriend Zwiebertje? Ook wel genaamd Slobberpoets, Vetkees en Smeerpeuk. Nou, nee, hier, je bril. Die kaart die jou ook van mezelf. Ja, nee, ik wil je aangezicht niet afpakken. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar de rentel zegt, dat gaat je net voorbij. Wie? Je gezagetje. Nee, zeg. Ja, zeg nou, kom maar weer tevoorschijn. De kust is weer veilig. Zeg, ik dacht dan wel dat je de winkel binnenkwam. Ja, maar de kust is veilig nu, hè? Ja, ja. Hè? Ja, de kust is veilig. Ik ga nu regelrecht naar Saar. Naar de keuken, naar de keuken. Sluip ik naar binnen toe. Die kaart stop ik in het fornuis. Nee, op het fornuis. Ja. Dan kan ze hem lezen en dan smeer ik hem gelijk. Kijk, nu eens even. Onze brommetje heeft een massa schrijfwerk te doen. Die zit zeker nu nog op het matje met de edelachtbare heer de burgemeester. Nou, hij doet maar. Hé, wat zie ik daar? Het bekende opschrijfboekje van onze vriend Bromsnor. Hip, afblijven. Daar mag jij nooit aan komen, je bent een stoute jongen. Leg neer. Huh? Ik zeg, leg. Jammer. Die zijn voorlopig nog een paar uur met elkaar aan het leuteren. Kom jij eens hier. Rapport. Kan het dorp gelukkig wezen? Heb u Sweep nog gezien? Nee, Piet, hoezo? Nou, neem me niet kwalijk, maar ik maak me de laatste tijd nogal een beetje zorgen over mijn kameraad. Zorgen? Ja. Is er iets met hem? Nou ja, hij wil het zelf niet weten. Nou, nee. Vertel eens op. Nou ja, ik denk dat het water is over zijn hart geslagen. Huh? Of het voorjaar is in zijn bol geschoten of zo. Het voorjaar is in zijn bol geschoten? Wat bedoel je? Het blijft toch wel onder ons? Ja, natuurlijk. Ja, nou, hij heeft de laatste tijd nogal last van opvliegers. Oh. Ja, en niet van die kleintjes. Nee, de ene keer dan zingt hij een vrolijk lied of een fluitend deuntje. En de andere keer dan scheldt hij me uit voor rotte vis. Ja, en dan weet hij niet hoe hij het goed moet maken. En nou ja, ik heb wel een beetje medelij met hem, hoor. En hij zit er zelf ook erg mee in, geloof ik. Maar ja, het zal wel weer overgaan. Als ik dat geweten had... Als u wat geweten had? Ah nee, niks. Maar ik vind het wel een beetje inzielig. Als hij hier komt,
vragen of hij meteen bij me langskomt. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja, ja nee, maar dat komt voor elkaar. Als er één hem op kan beuren, dan bent u het wel. Ja. Nee, maar dat komt voor elkaar, juffrouw Saartje. Dankjewel hoor. Ja, ja. Dat gaat het kijken. Ja, ja. Dag. Dag. Nou, Sjaak ook. De baas heeft wel een jokketje gemaakt, maar ja, het is wel niet zo netjes, maar voor een goede vriend moet je wat over hebben. Ja, juffrouw Saartje heeft een week hartje. Ja. Ja, geef maar hier, veldwachter. Ik zal het zelf wel even lezen. De laatste bladzijde, hier. Meneer. Kan ik weer aan mijn werk gaan? Ja, ik zal je niet langer ophouden, hoor. De laatste bladzijde, zei je toch, veldwachter? Zal ik even, meneer? Nee, blijf zitten. Maar dan moet je toch even luisteren, veldwachter. Tot uw orde, meneer. Rapport over mezelf. Als ik mijzelf in de spiegel zie, denk ik bescheiden pot Jan 3. Pot Jan 3. Pot Jan 3. Wat ben ik toch een mooie man met dat uniform aan. Ja, maar... Blijf zitten, veldwachter. Zie toch die sabel, zie toch die pet. Precies, een adellijk portret. Maar... Hij zit een adellijk portret. Twee ogen glanzend als metaal. Een snor als van een generaal. Meneer, dat heb ik... Rustig, veldwachter, ik ga verder. Een kin die dapperheid verraadt, een neus als van een zeepiraat. Al klinkt het ook wat zelfvoldaan, zolang ik hier op post zal staan, hoeft geen fatsoenlijk burger iets te vrezen. Met mij kan het dorp gelukkig wezen. Werd getekend Bromstor. Oh la la, veldwachter, ben je eigen rapporten vergeten? Dat is niet zo mooi. U gelooft toch zeker niet, meneer? Niet geloven. Een schat van zelfkennis in een paar rijmregels samengevat. Dat is valsheid tegen schriften, meneer. Dat heb ik nooit geschreven. Trouwens, ik schrijf nooit in drukletters. Nooit, 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 meneer. Ik... Wacht eens even. Ik begin het, geloof ik, te begrijpen. Zo, veldwachter. Ja, die zwerver heeft natuurlijk in mijn boekje zitten snuffelen, meneer. Misschien heeft hij wel ambtsgeheimen gelezen. Ja, zwerver, welke zwerver nou, veldwachter? Nou toch, meneer, u begrijpt me best. Zwiebertje natuurlijk. Nou, je herken je dan zijn handschrift? Meneer... Hij heeft het juist in blokletters geschreven om het onherkenbaar te maken, meneer. Dag, meneer. Daar staat je. Maar die verrader die gaat in de gevangenis, meneer. Die verrader. Verrader? Wat is er nou toch aan de hand? Oh, die mooie vriend van u, juffrouw. Daar stil nou, veldwachter. Saartje, is Zwiebertje hier vanmorgen nog geweest? Zwiebertje? Niet dat ik weet, meneer, nee. Hoe komt die smeerlapperij dan in mijn boekje? Oh, kijk niet zo verschrikt, Saartje. Het is echt niets bijzonders. De veldwachter, ik zal het wel uitzoeken. Hm? Zoek Zwieber en breng hem, nee, niet hier, maar op het gemeentehuis. Maar loop eerst even langs Van Dijk en zal maar lekker vulpen repareren. En die gisteren al teruggebracht hebben. Ja, meneer. Nee, laat die paparazzen nog maar liggen als Saartje het tenminste goed vindt. Oh, ja, natuurlijk, meneer. Tenminste. Meneer, ik breng die zwerver naar het gemeentehuis, dan moet ik hem er naartoe slepen. Goed wel. Hé, de lachwaarde. Juffie Saartje. Veldwachter. Nou weet ik nog eigenlijk niet wat er aan de hand is. Maar ja, daar kom ik heus wel achter. Zo, wat is dat daar? Hé, wat is dat nou? Wetenschap. Maar dan ben je toch vanmorgen hier geweest. Zeg, moet die hele troep naar de vergulde kip? Ja. Je verstin, die wil allemaal overgaan op dit. Die wil van alles hetzelfde soort hebben. Nou, er komt er weer een van hetzelfde soort. Hij is al 4 keer hier geweest. Ja. Goedemorgen, meneer de baron van Den Voorde. Morgen, Van Dijk. Morgen, Spieler. Morgen, meneer baron van Vennendoord. Van Dijk, die antieke snuifdoos in de etalage. Mag ik die even zien? Ja, zeker. Ja, komt u binnen. Nou ja, dat wil zeggen... Deze bedoelt u? Ja. Ja, nou, dat wil zeggen, dat is niet geen antieke doos. Hij wordt het wel. Moet eens kijken, zo prachtig, met een ingeslagen Rembrandtiek schilderij op de deksel. Wat stelt dat eigenlijk voor, zeg? Nou, dat is een voorstelling voorstellende de titatomische les. Oh. Voor u 35 gulden. Aha. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Dat is iets waar de meneer de Baron helemaal niet voor komt, voor de snuifdoos. Ik weet er veel te goed van. Meneer, u komt er voor die prachtige speeldoos? Ja. Nee. Ja, jazeker. Nee. Kijk eens, een fraaie speeldoos. Ja. Voor u, 110. Ah. 100 gulden dan, dat u bent. 100 gulden is ook veel te duur voor zo'n speeldoos. Hoe kom je daarbij? Dat doet de baron niet. Meneer de baron, 90 gulden voor u. Nee. Lachertje, 90 gulden voor een speeldoos.
veel nou, zo is het eentje. Dan speelt op het leger, dan kom ik daar naar mee. Het enige wat meneer de Baron wil betalen. Oh, 80 gulden voor u. Nou, 80 gulden. Hoe maak je dat nou? Hij slaat hem maar een slag naar meneer de Baron. Nee, 80 gulden, het is 70. Het is altijd 70 geweest voor allemaal kennissen, allemaal vaste klanten. En er komt er geen cent meer bij. Piet? Overaf. 65. 75. 70. Eenmaal. Andermaal. Verkocht. Eet u hem op of neemt u hem gelijk mee? Ik zal hem gelijk meenemen. Uitstekend. Ja, misschien pak ik even een doos. Eén doos, hou vast. Eén doos met gebak voor de. Hou jij je kop en bemoei je ermee. Hier is één speeldoos en een verre doos. Kleppen dicht. 1, 2, 3. Uitstekend, meneer. Pak een beetje. Hou vast. Niet geen vrouw onderspeelt u niet meer. Goedendag. Ja, ja. Kijk, ik wil even de deur openmaken. Meneer de Baron, ik hoop dat u er veel plezier van mag hebben. Ja. Dankjewel. Dag, meneer de Baron. Toch verkocht. Ja, en je hebt me nog steeds niet verteld of je nou met je façade verzoend hebt. Dat heb ik je toch al gezegd te doen, ik schriftelijk. Oh, dan, ja, maar je bent anders zo zwijgzaam. Hè? Ben je nog in de war? Is er nou eindelijk nog iets van terechtgekomen? Nou, nee, kijk, nee, alleen maar... Ik kan het je eigenlijk net zo goed vertellen. Luister. Nee! Nee! Wat heb je nou opeens? Nee! Je zegt dat je het jokkent. Hé? Nee? Zegt waar? Nee? Dan zal ik eens wat zeggen, dan is het in je bol geslagen. Ja, dat is geen grappetje meer, dat is gewoon je reinste waanzin, zeg. Schrijven in het boekje van de veldwachter. Nou, daar ben je gloeiend bij. Zeg, je gaat helemaal het gevangen voor een jaar, minstens. Nou, maar het gaat eruit. Het was gewoon een onschuldig grapje. Een onschuldig grapje noemt hij dat. Je bent verder gegaan, weet je dat? Ik verder gaan, hoe kom je nu? Had ik jou maar niks verteld. Je bent gewoon een kakkerbroek. Ja, kakkerbroek? Een kakkerbroek? Ja. Als ik jou was... Je bent mij niet. Nou, hou je mond. Als ik jou was, dan zou ik hem versmeren. Hè? Dan zou ik naar het andere eind van de wereld gaan. Dat is met jou gedaan, weet je dat? Dat is met mij gedaan? Ja. Rustig nou. Het loopt al op. Met een sisser af. Gewoon, zet je hoed op. Ja. En laten we... Ach. Aan het werk gaan. Nou, schiet op. Schiet op. Sokkel ben je. Grote sokkel. Doe je nog eens weg? Vroom, snor! Maak dat je wegkomt. Ja. Hey, veldwachter. Wat kan ik voor je doen? Waar is die mooie vriend van jou? Bedoel je Sweep? Ja, wie anders? Waar is die? Nou, als je Sweep ziet, dan zie ik hem ook. Oh ja, dan zal ik hem zelf wel even zoeken. Nou, het is knap als je hem hier vindt. Het is knap als je hem hier vindt. Ja, kijk me niet zo wantrouwig. Ga maar verder zoeken. Ga maar naar het achterkamertje. Misschien zit hij wel onder de theemuts. Stil. Wacht, ik timmer je weg. Zien. Maar ik gebied je. Wanneer je die kameraad van jou ziet, dan waarschuw je mij meteen. Ja, als ik hem zie, dan waarschuw ik je meteen. Dat begrepen? Ja. Duidelijk? Dat is goed begrepen. Okay. Ja, wou je hem spreken? Wou je hem spreken? Natuurlijk wou ik hem spreken. En wel ogenblikkelijk. Oh. Heb je dat goed begrepen? Ja, goed begrepen. Ja. Wacht eens even, ik zou jij wel helpen. Waar moet ik eens naartoe? Jij waarschuwt mij direct wanneer jij die mooie vriend van jou ziet. Is dat goed duidelijk? Kom op. 1, 2. Ja. Kom op. Hou vast, hoor. Hou vast. Ik hou wel vast. Van Dijk. Wat is dat ding zwaar, joh? Ja, wacht even. Wat zit erin? Lood? Nee. Er zit geen lood in. Wacht even, ik zit schoor. Ja, pas op. Pas op. Ja, hou vast. Zo, even neerzetten. Even rusten. Hij zal er toch op moeten. Ja. Nou, Van Dijk. Ja, maar dat komt best voor elkaar. Ja, pas op. Ja, het is... Even duiken een stukje. Zo. Ja. En nou, van onderen. Ja, maar dan, ik ook een beetje. Ja, heb je? Ja. Hou vast. Hou vast. Ik laat hem schieten. Hou vast. Naar achteren. Kom op. Ja. Even wachten. Houd even wachten. Zo. Nou, 1, 2. Hup. Ja? Oh, oei. Ja, het is voor elkaar. We hebben het gered.
Ja. Nou, dat wachten, zonder jou had ik het niet gekund. Ja. Nee. Nou, ik ga er vandoor. Ja, wel bedankt. Maar je weet wat je me beloofd hebt, ja. Hè? Ja, ja. Afgesproken ja, ja. Van Dijk. Oh, la. Mijn mop. Ja. Zo. Laat je niet verder af. Nee, nee. Ophouden door mij. Nee, nee. Hè? Nee. Jongen, jongen. De schrik zit nog in mijn benen. Piet? Ja? Is de kus veilig? Ja. Hij is weg. Hé, hey, hoe lang denk je dat je me erin nog hier laat zitten? Nou, je moet even geduld hebben nog, hoor. Ja, want ik kan die kist niet alleen van de kar af krijgen. En als ik hem buiten openmaak, is mijn vuilte link. Hij is sigaar voor me! Stil! Stil nou toch! Hoe kan je nou een sigaar vragen? Ja, ja, die heb ik wel. Hier, alsjeblieft. Vuur! Ja, er komt ook vuur. Vanzelf heb ik ook altijd bij me. Zit er aan te komen, hoor. Ja, ja, trekken. Goed zo. Ja, en nou hou je koest, hè. Ik zeg al niks meer. Ja, nou ga ik naar binnen. Dan ga ik eventjes een paar plankjes halen. Wat ga je halen? Ik ga een paar plankjes halen. Want dan kan ik de kast meteen zo van de kar af laten glijden. Je doet maar. Ja. Hey, Van Dijk, Van Dijk. Oh, ja. Wacht eens even, Van Dijk. Ik ben iets vergeten. Nou, iets belangrijks. Ja, heel belangrijk. De burgemeester die vroeg mij vanmorgen of ik aan jou wilde vragen waar die vulpen bleef. Oh. Ja, die je voor hem zou maken. Ik, ja. 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 Kijk eens, hij heeft hem dringend nodig. Ja. En je had hem stellig beloofd. Ja, dat heb ik ook. Ja, nee, dat heb ik. Ik heb die sigaar, die vulpen gemaakt, hè. Oh, dat is goed, ja, ja, die heb ik gemaakt. Ik zal hem even halen. Ja, ga je ook. Ja, hoor. Ja. Zo. Ja, nou kijk, hier zo, een vulpen met een ingebouwd vulzakje. Dat heb ik weer opnieuw gevuld, zeg het maar tegen de burgemeester, alsjeblieft. Maar wat moet ik ermee? Nou, dat kan jij toch wel even geven, hè? Ik? Huh? Man, schei je uit, daar heb ik toch zeker geen tijd voor. Nee, de burgemeester zit erop te wachten, dan breng hem nou maar gauw. Ja, zeker, zeg maar, je ziet hem toch elke dag? Zeg, luister jij eens eventjes, wil je opschieten, ja of nee? Nee, nou ja. Uit. Ach, de burgemeester heeft haast. Dan moet ik dat zo doen. Oh, ben jij misschien bang dat ze die kist zullen stelen, hè? Ja, ja, nee, ik bedoel... Nou, vooruit dan. Ik ga wel, ik kom zo terug. Ja, vooruit. Zo, niet je achterdeur ingaan. Wat ga je doen? Ik moet het nog aantrekken. Oh, nou maar opschieten hoor, de burgemeester zit te wachten. En vandaag heb ik zin, zo'n zin. Om lekker niks te doen, om lekker niks te doen. Lekker niks en niks en niks, helemaal niks. En van je pom, 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 pimpeloem. Meneer was zeker wel blij met zijn vulpennen, Van Dijk. Nou, maar toch. Hij heeft er meteen geprobeerd. En geen lekkertje er meer in, je façaadje. Ja, maar ik moet gaan nou, hoor. Zeg, de koffie is klaar. Wacht even, krijg je een kop koffie? Ja, dat kan wel, maar ik heb haastwerk op de kar staan. Ik moet onmiddellijk weg. Ja, dat is wat anders. Ga maar gauw. Ja, als een vurenpijl, zo gezegd. Zeg, je façaadje. Oh, ik ben niet uitzien. Oh, heb je pijn gedaan? Nee, zo erg is het niet, je verzaakje. Nou, dan maar eerst toch wel een kopje koffie voor de schrik, hè? Jee, wat vervelend nou. Zo. Zo laat ik je niet gaan. Eerst wat te halen. Wat halen, schrijf je? Oh, meneer, Piet van Dijk is gestruikeld en heeft een bloedneus. Ach, het is al bijna over. Ik ga maar weer. Nee. Pas op, meneer. Hij mag zo de straat niet over. Let op hem dat hij wegkomt. Je geeft me vult me wel van Dijk. Dan moet Saatje jou repareren. Ja, het was mijn eigen schuld. Ik had een beetje haast. Maar... Ja, haastige spoed. Nou, ga nou zitten. Hè. Ik heb Saatje beloofd dat ik even op je zou passen. Ja, maar... Hoofd voorover. Wat doe je nou? Tuurlijk. Ja, dan gaat het toch niet. Stil jij. Ja, zo. Ja, dat is zo koud. 1, 2, 3, 4. Ja, maar dat kan echt niet. Stil. Ja. Nou, eerst even kijken. Ja, dit opgehaald. Oh, dan moet ik naar huis gaan. Een brandt de pap misschien bij je aan. Ja, die staat op de kar. Ik bedoel, er staat een karretje daar buiten. Ja, ik moet gaan. Rustig. Ja, blijf dan rustig zitten. Ja, Saatje schenkt dan maar in. Ja, hè? En geef hem een extra sterke kop, hoor. Nou, daar had ik die zwiebertje eventjes te pakken, zeg. Stevig in de kist verpakt, reed ik hem op het karretje van Van Dijk naar het gemeentehuis. Naar de burgemeester. Toen ik de kar neerzette voor het bordes, riep een juist langskomende boer...
is dat je nieuwe dievenwagentje, veldwachter? Nou, ik gaf geen antwoord, maar ik dacht, je moest eens weten. Toen liep ik naar binnen en vroeg de bode me even te helpen. Huppenzak! Huppenzak! Ja, ik kom al. Oh. Ik vlieg, man. Zo, ben je daar? Ja. Je moet me eens even helpen, er staat buiten op een karretje. Helpen, wat mee? Nou, er staat buiten op een karretje een zware kist, die moet even hier naar binnen gebracht worden. Een zware kist, maar ik ben hier toch niet aangesteld voor zware vrachtjes, veldwachter? Nee, niks voor niks, mijn rug, weet je wel. Ja. Lekker feestigaatjes voor jou, jongen. Ja, dat is wel een mooie. Ja, hè? Ja. Daar zou ik misschien mijn rug een ogenblikje voor kunnen vergeten. Ja, hoe is het? Wel, ja. Hey, mee, dan kan je me helpen. Ja. Ja, nou. Ja. Hij is zwaar, hè? Nou, moet het ding nou nog verder? Nou, niet zo ver meer. Oh. Voor de deur van de burgemeesterskamer. Ja, hou vast, hoor. Ja. Hou vast. Ja. Nog even. Ja. Nog eventjes. Zo, zet me neer. Hé, wat een zwaar, hè? Hé, hier. Ja. Heb jij je feestje gehad, die heb je eerlijk verdiend. Ah, dank je wel. Nou. Moet je de burgemeester spreken, hè? Ja, middag gedansen, Nicolaas. Nou, dat kun je lang blijven kloppen, man. Huh? Ja, hij heeft opgebeld en komt vandaag een beetje later. Hij had thuis nog een of ander zaakje op te knappen. Zaakjes op te knappen? Ja. Ja, maar ik moet hem dringend spreken. Ja, dan kun je hem toch wel even opbellen, man. Zeg je nou opbellen? Ja. Wel, nee, ik moet hem onder vier ogen spreken. Weet je wat? Ik ga even naar zijn huis. Nee, je bent toch lelijker terechtgekomen dan ik dacht, Van Dijk. Hoezo? Je hebt er een hele lelijke schram daar op die wang zitten, hoor. Oh. Ja? Kunt u je? Ja, het heeft niks te betekenen. Nee, hou ze even vast, ik zal er een pleistertje plakken. Saartje had wat gelijk toen ze zei dat je even voor de schrik moest bekomen. Ach, meneer de burgemeester is niks hoor. Ik ben een gauw pieperig mannetje. Oh, die hand weg, die hand weg. Dus weg. Ja. Zo, die zit. Ja. En dan een tweede kopje koffie zal je goed doen. Voor mij niet, Saartje. Nee. Ook dag even lachen, hè? Dat je verzaakt. Nee. Blijf jij hier? Ja, Van Dijk is gevallen en heeft ze bezicht. Ja, dat heeft niks te betekenen hoor. Het is al bijna over, ik ga. Nee, hier is je tweede kopje koffie. Nee. Drink eerst lekker op. Jij rookt de koffie zeker ook al, hè, veldwachter? Oh nee, juffrouw Zijs, ik heb een beetje haast. Hé, lachbaar. Zou u even mee kunnen komen naar het huis? Er is namelijk iets. Wat heeft iedereen dan haast toch vandaag? Is er iets bijzonders? Nou meneer, dat kan ik hier niet verraden. Maar het is wel een verrassing, meneer. Voor mij? Ja, nou, niet zo kleintje ook, meneer. Hij gaat nu mee. Nee. Ja, die verrassing blijft nog wel. Ja. Pak nou een stoel en schuif bij. Komt vandaag een uurtje later. Zijn er iemand iets? Zo luid. Ja, ik zei wat. Ja, wie is ik en waar is ik? Luister me, als je nou even bukt. Hier haal je mijn vingers. Ik ben Zwiebertje. Verrek, wat voel jij eruit? Ik voel helemaal niet uit, broer. Er heb een geintje bij mijn huid gehad. En ik ben er deze keer nog ingetippeld ook. Hé, wat nou? Kun je mij een rol doen? Hé, ja, jou zeker. Nou, als je nou een dubbeltje wil verdienen, probeer dan de deksel van die kist een beetje los te wurmen. Voor een dubje, altijd. Hé, Zwiebertje, ik heb een lekker stevig zakmes. Ja, schiet er maar op. Ja, moet je even wachten. Als je het even duwt. Ja, de winterschap verdient even. Zijn zakmes ook al niet goed voor is. Hé? Hij heeft wat uitgevreten. Nou, helemaal niet, mijn broer. Dan heb ik helemaal geen gevoel voor humor. Wacht even. Hier, haal je dubbeltje. Hey, bedankt, hè. Wat kwam jij hier eigenlijk doen? Ik moest een brief van de notaris afgeven hier. Moest ik persoonlijk aan de burgemeester overhandigen. Oh. Ja. Zie. Hou je even een geintje? Heb je leef? Ja, natuurlijk. Hey, oké, dat pakken we. Even. Ja. Ga even maar uit. Zo. Is het niet benauwd? Als het maar niet al lang duurt, hè, dan gaat het wel. Ben je gek? De burgemeester is zo hier met Bromsdorp. Ja. Zo, we moeten eens opstappen, want jij veldwachter. Ja, meneer. En jij is allerbeste op een dijk en rustig blijven zitten. Tot vanmiddag, Saartje. Dag, meneer. Tot ziens, veldwachter. Ja. Dag, meneer. Goeiedag, veldwachter. Ja, goeiedag.
Een hele goede dag. Maar wij spreken elkaar nog wel eens een keertje, mannetje. Veldwachter. Ja, meneer, ik kom. Je verzaartje. Ja, zeker. Nou, meneer. Dat we echt een echt vriendelijke man zijn, hè? Nou, dat kan zo'n vriendelijke man zijn. Nou, maar je verzaartje, dan moet ik toch wel gaan, hoor. Ik dank u wel voor alle goede zorgen. Oh. En het spijt me dat ik u zo in verlegenheid heb. Nou, maar je ziet er nog een beetje bleek. Zal me een beetje rustig aan doen vandaag. Nee. Wat jij nou op je bank? Nee, dat heeft niks te betekenen. Niks te betekenen, die heeft zo'n kwak. Ja, zeg maar, je maakt me schrikken. Ja, mij? Hoe kan dat nou, man? Wat? Nou, mijn karretje, waar heb je mijn karretje gelaten? Hoe kom je zo plotseling uit de kist? Zit je maar schrap? Zal ik je in je oor fluisteren? Nee. Kom maar binnen. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat is ontzettend. Dat overleef ik niet. Maar dat maak je nou toch druk. Dit is gewoon de kant van ons leven. Jij bent niet schuldig. Nee, maar jij... Nou, laat me even uitpraten. Wie heeft het schuldig gemaakt aan diefstal van de particuliere eigendom? Bromsnor. Ja. Je karretje staat nog steeds voor het huis. Het enige wat jij moet doen, is nu onmiddellijk de burgemeester opbellen... en melding maken van diefstal van je particuliere eigendom. Wat moet die kist hier... Oh, dat is niks bijzonders, meneer. Dat vertel ik u straks wel even. Oh. Zal ik u even, meneer? Ja, dat gaat wel. Ga uw gang. Ga uw gang, meneer. Zo. Zo. En vertel eens, veldwachter. Wat voor verrassing had je voor me? Nou, een hele bijzondere, meneer. En daarvoor moet de kist juist even naar binnen komen. Begrijpt u wel? Mag de bode me even helpen? De bode? Ja, meneer. Heeft soms ook iets te maken met die zeer bijzondere verrassing van je? Nee, meneer. Die moet alleen maar even helpen. De kist binnen te sjouwen. Ah, ja. Heb je een goudschat gevonden soms? Een goudschat? Een goudschat, meneer? Nee. Iets veel mooiers, meneer. Ho, ho, ho. Oh, wat doet die man weer geheimzinnig? Nou, ik ben benieuwd. Huppenzak! Huppenzak! Ah, ja, ja. Waar zit je nou weer? Wat een haast. Ja. Ach, gewoon, je had slak moeten worden. Had je nooit geen haast nodig gehad. Hier, je moet me even helpen. Die kist moet naar binnen gebracht worden. Ja, niet zo aangebrand. Hoor. Aangebrand, schiet er maar op en helpen. Kalm alleen. Nou, let op, hoor. 1, 2, en wie? Ja, daar gaan we, hoor. Goed zo. Juist. Oh, jongen, pas op. Dat is zo zwaar. Hop. Ja. Wat een vracht. Zo, zet hem hier, meneer, voor de tafel van de edele achtbaar. Zo. Hé, hey. Ik zal gaan zitten, Huppenzak. Ja. Zo, meneer. Daar staat de kist. Ja, dat zie ik. En wat moet je met die kist? Nou, meneer, dat is nou de verrassing, hè? Meneer, mag ik misschien even uw brievenopener gebruiken? Ja, maar beschadig hem niet, hè? Nee, meneer, ik zal heel erg voorzichtig wezen. Ja, u denkt misschien, meneer, wat maakt die veldwachter van mij een hocus pocus, hè? Maar weet u hoe dat komt? Dit is een toverkist, meneer. Een toverkist? Man, wat brabbel je toch van een toverkist? Ja, meneer, natuurlijk. Heb u al eens een kist sigaren zien roken? En liedjes zingen, meneer. Een kist die sigaren kan roken en liedjes kan zingen. Veldwachter, voel jij je wel goed? Nou, en of, meneer. Ik voel me zo gezond als een gebraden haantje, meneer. Die zijn al lang zo gezond niet meer. Ja, kom nou, veldwachter, zie top. Ik heb een tijd hard nodig. Tot uw orders, meneer. Een ogenblikje, het is zo open, meneer. Even wachten. Zo. Zo. Ziet u hartelijk? Oeps. Oh, hij is al open, meneer. Het is al gebeurd. Zo. Nou, meneer, daar gaat hij. 1, 2, hocus pocus, pas. Met de complimenten van de notaris, meneer de burgemeester. Alsjeblieft, moest ik persoonlijk aan u overhandigen. Nee. Dankjewel, jongens. Veldwachter, mag ik even de brief openen? Veldwachter. Ja. Wat is dit voor malligheid? Noem je dit toverij?
Veldwachter, sta daar niet met je mond vol tanden zo schaapachtig te kijken. Meneer, ik heb deze jongen nooit in die kist ge... Nee, meneer. Ik ben er zelf in gekropen. Ja, maar waarom is die kist dan dichtgespijkerd en hoe komt die kist dan hier? Op het karretje, meneer. Karretje? Maar ja, wat voor karretje? Nou, van Malby, ik bedoel van Piet van Dijk, meneer. In opdracht van Dijk? Nee, meneer. Kan ik gaan, meneer de burgemeester? Ja, ga maar. Dag, meneer. Dag, veldwachter. Veldwachter, ik vraag me af of je wel goed bij je verstand bent. Kom daar met een geheimzinnige boodschap van huis halen. En ik vroeg je, wie heeft dat karretje hier naartoe gereden? Hallo, dit is... Oh, voor u, meneer. U spreekt met Piet van Dijk. Ja, dan zult u me zeggen, dan heb je die vervelende zeuren Piet dan weer. Maar er is wat gebeurd. Ja, mijn karretje is weg. Ja, toen ik de Vulp naar u toe bracht, toen sting het er nog voor de deur gewoon. Maar nu is het weg. Ja, niet een beetje, maar helemaal. Ja. Gestolen. Ja. Het kan een kwajongensstreek zijn, maar het kan ook gestolen wezen. Ik kan je geruststellen, Van Dijk. Je karretje staat hier voor het gemeentehuis. Ja, geef je de veldwachter even. Die kan je misschien beter inlichten. Veldwachter? Meneer? Ja. Ja, Van Dijk, met veldwachter Bromsnor. Ja, het was een heel vervelend misverstand, hoor je? Ja. Ja, dat komt zo, je wist dat ik de hele dag al achter je kameraad dan zat. Nou, en toen jij zo vlug wegliep, toen dacht ik dat Zwiebertje in die kist zat. Wat zeg je maar nou, Zwiebertje in de kist? Ja, maar het was iemand anders. Oh, nou veldwachter, nou maak je een grapje met me, hè? Nee, helemaal niet. Het was... De jongste klerk van de notaris. Nee, wat zeg je maar nou? De jongste klerk van de notaris? Wat deed die dan in de kist? Nou, hij moest dan de edel achtbare een brief afgeven. Oh, nou breek maar klomp. Ja, geef mij de telefoon op mijn veldwachter. Ja, meneer. Ja, Van Dijk nog even met de burgemeester. De veldwachter zal je het karretje terugbrengen. Nee, ik weet iets beter. Kom eventjes naar het gemeentehuis, want ik heb nog iets met je te bespreken. Begrepen? Wacht hier maar zo lang naast, veldwachter. Ik roep je wel. Tot die orders, edelachtbare. Wat een dag, wat een dag. Vergissen. Maar ik geloof. Juffrouw, verbindt u mij even met de vrouw van de veldwachter. Nou ja, maar je denkt toch niet dat ik de burgemeester iets ga zitten voorliegen? De burgemeester weet niet beter. Bovendien, Jaapie zou je echt niet verraaien. Die ken ik langer dan vandaag. Oh, daar krijg ik pijn in mijn buik van. Maar ik wou dat ik jou helemaal niets verteld had, weet je dat? Als ik geweten had dat ik je zo in de vernieling had gedouwd. Nee. Laat maar. Ik weet wel iets beters. Oh ja? Ik ga zelf wel. Ja, dat kan je niet doen. Dan ga je in het hol van de leeuw. Nee, ik ben wel eens meer voor de pijl gegaan. En ik heb een stomme streek uitgehaald. Ja. Dus dan zal ik zelf op de blaren gaan zitten. Nee, jij gaat niet. Jij blijft hier, anders wordt de baas boos. Ja, laat mij nou maar gaan. Nee, niks ervan. Ik heb al voor hetere vuren gestaan. Maak jij nou maar niet ongerust. Ik ga er zelf heen. En, ach, man. Jaco, beur de baas een beetje op, hè? Hij tilt veel te zwaar en dat soort dingsigheidjes. Ik had nu wel met groot lef tegen Malle Pietje staan te beweren dat ik naar de burgemeester zou gaan. Maar in werkelijkheid voelde ik me helemaal niet zo lekker. Ja, het was prachtig weer, de lente zit in de lucht. En ik voelde mijn benen kriebelen om er weer eens vandoor te gaan. De wijde wereld in. Zodat het vooruitzicht van enkele weken brommen achter de tralies van Bromsnor me niet zo aantrok. Dus liep ik met lood in mijn schoenen het bordes op
en het raadhuis in om een opwachting te maken bij meneer de burgemeester. Oh, wat zoek jij hier? Niks, de burgemeester heeft me uitgenodigd. Uitgenodigd? De burgemeester heeft jou uitgenodigd? Ja, sta je mij een raar stoel aan te kijken. En we voorden wel als ik vragen mag. Inlichtingen. Geit. Geheime inlichtingen. Geheime inlichtingen? En waarover? Gaat je eigenlijk niks aan? Nou ja, je kan anders heel goed geheimen bewaren. Hoppenzak, Andine, kom op. Nou, vooruit dan maar. Ja. Daar is Zwiebertje. Oh, dan is hij erg mooi op tijd. Laat hem dan binnen, Huppenzak. Nee. Ja, laat hem binnen, Huppenzak. Ja. Dag, meneer. Ik heb je geen stoel aangeboden, blijf dus maar staan. Ja, meneer. Je dacht toch zeker niet dat ik die vreemde strekken van jou ongestraft kan laten, hè? Nou, tuurlijk niet, meneer. Ja, je hebt onze veldwachter het leven wel heel erg zuur gemaakt, hè? Ja, maar dit ging vanzelf, meneer. Ik krijg opeens iets in mijn gedachten en dan doe ik het opeens. Ja, 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 ja. Je bent niet erg onder de indruk, hè? Ja, meneer. Eigenlijk vind ik jou een hele grote kwajongen. Straf heb je verdiend, dat is duidelijk. Ja, meneer. Je hebt niet alleen in het boekje van mijn veldwachter zitten knoeien. Nee, meneer. Je hebt ook Jaap van de notaris toch bij je vreemde streken durven betrekken. Jij hebt hem hier in die kist laten kruipen. Ik? Maar hoe weet u? Heeft Jaap... Ik wist het niet. Ik vermoed het. Huh. Maar nou weet ik het zeker. Dan heb ik heel wat op mijn kerfstok, hè, meneer. Zo. Ben je daar eindelijk achter? Ja, meneer. Ja, binnen. Ja, meneer. De veldwachter, Huppenzak. Ja, meneer. De veldwachter, Huppenzak. Ja, meneer. Maar ik ga naar achter de tralies, meneer. Achter de tralies, ja. Oh, ja, 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 ja. Ja. Doe de orders. Hé, de langwaarder. Ga zitten, veldwachter. Ja, meneer. Kijk, veldwachter. Zwieber is het met jou en met mij eens dat hij heel wat op zijn kerfstok heeft. Ah, dus uw veronderstelling van die kwajongen in die kist... Was juist, veldwachter. Juist, meneer. Nou, dat ziet er dan niet zo mooi uit voor dat kereltje, meneer. Nee. En daarom heeft hij wat goed te maken in de eerste plaats tegenover jou, veldwachter. Tot uw orders, edelachtbare. Blijf zitten, ja, meneer. Kijk, veldwachter. Zwieber vreest dat we een paar dagen achter de tralies zullen zetten. Ah, nou, dat komt dan prachtig uit, meneer. De werkster heeft juist de gevangenis een goede beurt gegeven. Dus ik zal hem er gelijk meenemen, meneer. Blijf zitten. Ik hou niet van het meenemen. Kijk, van het gevangenis spelen, daar hou ik niet van. Daar wordt Zwieber niet beter van en jij ook niet. Ja, nou eerlijk gezegd, meneer. Een man als ik is daar al erg tevreden mee, meneer. Een man als ik niet, veldwachter. Zoals ik al zei, Zwieber heeft heel wat goed te maken in de allereerste plaats tegenover jou. En daarom heb ik jouw vrouw vanmiddag gebeld. U heeft Cornelia gebeld, meneer. Ja, ik heb juffrouw Cornelia gebeld. Ja, meneer, maar... Ja, en kijk, juffrouw Cornelia vertelde me dat je altijd zo graag een vijvertje in je tuin had willen maken... waarin je wat goudvissen kon laten rondzwemmen. Ja. Je had haar meerdere malen verteld dat zo'n vijvertje je zo rustig stemde. Hm? Ja, meneer. Maar ik begrijp de bedoeling niet goed, meneer. Hm. Of bedoelt u misschien dat ik een paar extra vrije verlofdagen krijg? En hij dan? Extra verlofdagen? Ja, meneer. Veldwachter. Maar wie handhaaft dan de rust en orde in het dorp als jij er niet meer bent? Zolang ik hier op Os zal staan, hoeft geen fatsoenlijk burger iets te vrezen. Met kan mij het dorp gewoon gerustig wezen. Herinner je nog? Ja. Nee. Dus hij
meneer. Hé, meneer? Ja. Ik bedoel, meneer? Ja, jij, Schieber. Jij graaft een vijvertje in de tuin van onze veldwachter. En niet de volgende week, nee. En niet de volgende maand, maar je kunt vanmiddag meteen beginnen. Ja. Dus ik hoef niet achter de tralies meer. Nou, fijn, meneer. Veldwachter, neem Schieber mee naar huis en leg hem uit waar en hoe je het vijvertje gegraven wil hebben. Begrepen? Edelhoogwaarde. Ja. Je hebt het goed begrepen, hè, Schieber? Nou, je hebt het gehoord, hè? Kom maar mee. Hartelijk dank, meneer. Ik bedoel, niet meer achter de tralies, hè? Fijn. Pas op de volgende keer wel, hè? Ja, meneer. Nee, meneer. Toen. Oh. Ja. En een heel mooi vijvertje. Wat mij betreft wordt het een zessertje. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Meisjes op de klompen, meisjes op de houten been. Bloep. En hem dan pootje heen. Voor jou dat het 5 uur is en een stukje Gunningse koek omdat jij zo hard gewerkt hebt. Ik heb dat toegestuurd gekregen van mijn moeder, heeft ze zelf gebakken. Oh, heerlijk hoor. Pas maar op, je hartelijk dank. Zalig. Lekker, maar zo, die moeder van u, die kan er wat van hoor. Dan kan je fasaan nog een puntje aan rijgen. Zeg, wat een mooie vijver is dat geworden. Is die klaar? Ja? Nu wel. Met waterlelies en al. Ja. Heb je hem diep gemaakt? Nou, nee, vrij diep hoor. Maar als je er een plat in gaat liggen, dan kan je nog verdrinken ook. Tenminste, is er geen vis meer. Oh, vissen. De vissen moet erin. Waarom heeft ze al gemaakt, jong? Ik bedoel, hij heeft ze al gekocht. Nou ja. Oh, hij is al toch zo blij met zijn vijvertjes. Ja. Heeft hij altijd willen nemen, hè? Vijver of een aquarium? Ja, nou, als ik dat geweten had, ik een aquarium voor een gebouw. Bro, het is erin, hoor. De vijver is klaar. Ja. Hij heeft er toch zelf echt een mooie goudvissen voor gekost, hè? En kabouter? Een levendige. Ja, toe, natuurlijk een steen. Oh, een grijze baard. Ja. Waar is die al? Oh, wat mooi. Zo. Ik doop u de achtervijver van Bromsnor. En ik wens u behouden vaart. En hiermee? Ja? Verklaar ik mijn vijver voor geopend. Nou, wat heb ik dat te danken? Omdat je zo'n mooie vijver voor me gemaakt hebt. Ja. Omdat je onze veldwachter altijd zo voor de gek houdt. Omdat je mij in die kist gedaald hebt. Omdat ik zo'n mooie kaart weer gekregen heb. Omdat je van zo'n lekker eten houdt. Maar vooral omdat jij de kriebels weer in je been hebt met oog op de komende zomer. Hè? Ja. En daarom is dit nou jouw afscheidsmaal. Ach, niet huilen. Oh. Want in september komen we allemaal weer terug met nieuwe avonturen. Ja. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor.